Het actiecomité bezorgde SLM-burgers heeft vanmorgen geprotesteerd voor het behoud van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. De actie is gehouden voor het hoofdkantoor van de KLM. Het comité heeft de informatie dat TUI Airlines niet meer zal samenwerken met de SLM, maar zelfstandig de route naar Amsterdam zal onderhouden. Organisator Tony Tolel maakt zich zorgen om de SLM. Hij vindt dat de Surinaamse markt op deze route niet groot genoeg is voor 3 luchtvaartmaatschappijen. Wij zijn met z'n allen hier, we hadden eigenlijk een grotere groep verwacht. Maar wij zijn hier om bekend te maken dat de kans dat SLM nog blijft bestaan heel minimaal is. En daar geloven we sterk in dat de KLM wel zal lukken in combinatie met TUI Fly. De opkomst is niet zo groot. Ja, wij hadden meer mensen verwacht, maar goed. Het is niet de massa, zoals ik het eerder zei, die de boodschap overbrengt. Daar ben ik in deze vandaag. Maar KLM is ook gesloten vandaag. Ja, ik heb het gezien. Ik snap. Ik weet niet waar ze gesloten zijn. Hoor. Misschien hebben ze gehoord dat we zouden komen betogen. Dat de reden zou zijn dat ze zijn gesloten. Blijft het bij deze actie? Nou, dat hangt er vanaf. Ik kan niet praten wat wij. Ik weet niet wat we mogen dan van plan zijn, maar ik weet het niet. Tolel zegt van de SLM te houden. Hij vindt dat het staatsbedrijf niet opgedoekt moet worden. Wat er is, moet gewoon blijven voor Suriname. En dan moeten we met z'n allen gewoon daar naartoe werken. De opkomst is eigenlijk niet heel. Het is eigenlijk nou niet heel, heel minimaal. Waar er eigenlijk meerdere mensen verwachten, maar goed, dat is Surinaams, denk ik. Heeft u ook iets te zeggen aan SLM? Aan de SLM, ja. Ik vind, wij zijn hier zonder, niet de opdracht van de SLM, dat zijn we niet, op eigen initiatief. Maar wel wil ik wel aangeven dat ze hun huiswerk moeten doen, hun zaak op orde stellen, SLM. Daar zal ik het over laten. Ik zal niet verder in de test opgaan. Weet je? Ingaan, dus dat wil ik zeggen tegen SLM. U zag dus Tony Tolel van het actiecomité bezorgde SLM-burgers die vandaag met enkele burgers protesteerden voor behoud van de SLM. De afdeling Public Relations van SLM zegt dat het bedrijf zich ervan bewust is dat het in een competitieve omgeving opereert. Er wordt hard gewerkt om het bestaansrecht van het bedrijf te behouden. Het staatsbedrijf vindt het hartverwarmend dat de bezorgde burgers opkomen voor de vliegmaatschappij. KLM heeft haar deuren vandaag gesloten voor het publiek vanwege bijzondere omstandigheden. Het bedrijf viert vandaag wel zijn 100-jarig bestaan.